Ik ben Wilbert Slooyer en ik verzamel allemaal artikelen van het Koninklijk Huis. Je kunt daarbij denken aan mokken, glazen, borden, lepeltjes. Overal waar maar een afbeelding op staat van iemand van de koninklijke familie. Het Koninklijk Huis hoort bij Nederland. En heb je een president, ja, dan moet je ook maar afwachten iedere 4 jaar wie je dan hebt. Maar de koninklijke familie die zal altijd blijven. En er zijn geboortes, er zijn huwelijken, er zijn troonswisselingen. Dus ik kan altijd blijven verzamelen. Het is een sprookje waar je in wezen een deel van uitmaakt. Je kunt naar Prinsjesdag kun je heen, daar kun je de koninklijke familie zien. Ze komen met Koningsdag komen ze het land in, dat kun je dus kun je ze volgen. En ja, het is gewoon een totaalplaatje waar je dus een deel van uit mag maken. En dat vind ik er zo mooi aan. Ik heb ze een aantal keren ontmoet. Met de verlovingstour door Nederland heb ik iets van 10 bezoeken heb ik helemaal gevolgd in Nederland. En Maxima heb ik ook een mok kunnen overhandigen die ik zelf had gemaakt. En Maxima zei zo mooi van, oh, daar kan de warme chocolademelk in. Ik denk, wow. En toen sprak ze al heel goed Nederlands. Toen was ze nog bezig dus met de kennismakingstour. Ja, dat zijn dingen die blijven hier gewoon bij. Wat ik hier in deze kamer heb, is hoofdzakelijk allemaal glazen en mokken. En een deel van het buitenlands koninklijk huis. Ja, iedere keer kom je weer dingen tegen en zegt van, oh ja, dat had ik ook. En je hebt inmiddels zoveel, je weet op een gegeven moment niet meer wat je precies hebt. En dan is het soms gewoon even genieten. En hier nog een klein wandkleedje. Ja, als ik organiseer ieder jaar een beurs hier in Nijverdal. En dan hangt hij ook gewoon pontificaal hangt hij, in de zaal. En dan komt hij heel goed tot zijn recht hebben. Ja, en dan moet je een keus maken van... maar ja, dan heb je wel in het achterhoofd van, oké, hoe groot is die? Kan ik hem kwijt? Want ik moet hem dus ook op kunnen hangen. Het past net, dus ja. Ja, het gaat om een totaalplaatje, gaat het in wezen. En zoveel mogelijk proberen te bemachtigen. Kijk, en heel veel dingen die zijn gelimiteerd ook uitgegeven. En ja, die krijg je niet weer. En dat, maar dat zal iedere verzamelaar hebben met spullen. En dat maakt het soms ook zo moeilijk van, om iets op waarde vast te stellen. En het is meer de emotionele waarde wat ik ermee heb. Dus van, dit is mijn verzameling, dit is compleet. Ik kan me eigenlijk geen leven zonder het Koninklijk Huis meer voorstellen. Doe de test op www.univ.nl/waardemeter.